denk dat ik per dag wel rond de 3 uur op het internet zit. Want ook op school heb je laptops, dus dan zit je er sowieso op. En ik zit ook wel, nou ja, bijvoorbeeld Netflix kijken en ja, dan gaat de tijd toch snel. Ik gebruik wel veel internet, ja. Ik gebruik voornamelijk internet voor dingen op te zoeken voor school, maar ook gewoon voor YouTube en Instagram en WhatsApp, zulke soort dingen, Snapchat. Hoeveel tijd besteed ik op internet per dag? Dat is een goede vraag. Even kijken. Ja, meestal na het huiswerk dan is het wel, denk ik, 2 uurtjes gewoon eventjes lekker niks. In de ochtend denk ik wel een half uur voordat ik naar school ga. En ja, ik kijk natuurlijk vooral heel veel YouTube. Dus dan is het ook gewoon, meestal zijn het dan 15 minuten video's. En dan kijk je dat allemaal achter elkaar. Dus dan ben je wel een tijdje bezig op social media. Nou, ik kijk Netflix, maar niet echt tv eigenlijk. Ik kijk tegenwoordig wel meer televisie, omdat ik gewoon wat meer vrije tijd heb. Maar normaal gesproken door het jaar heen kijk ik eigenlijk bijna nooit gewoon televisie. Misschien het weekend, maar door de week is gewoon echt niet. Televisie kijk ik steeds minder naarmate ik ouder word. Omdat ik meestal, ja, toch social media, dat is dan weer belangrijker. Maar bijvoorbeeld, ja, Wie is de Mol of Boers of Vrouw, ja, zulke dingen. Dat is dan weer een uurtje. En ja, niet echt heel veel als vroeger, maar ja, op zich nog wel af en toe.